Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Prison Architect. Voor Halloween zijn we hier gebleven, waarbij we volgens mij de werkplaats hebben gemaakt. Als laatste. En volgens mij waren er ook nog een aantal ontsnappingen. Dus ik wil in ieder geval een van de komende afleveringen een beetje gaan. Ja, hoe ga ik dat noemen? Een beetje mijn defensies gewoon eventjes wat beter maken. Ik doe het wel goed zo. Bijvoorbeeld de wapenkamer, de kennel, die moeten allemaal nog een beetje uitgebreid worden. En ik wil ook gewoon een hele extra linie met veilige omheiningen om mijn basis hebben. Want dat is ook best wel handig. En ik zie nu pas dat hier eigenlijk helemaal geen lampjes zitten. Dus die ga ik ook eventjes regelen. En gelijk beginnen de mensen weer agressief te doen. Eentje, oké. En ja, we moeten dus even gaan kijken of we een van deze drie kunnen regelen. De basisonderwijs die gaat langzaam beter. Het heeft natuurlijk wel wat tijd nodig, want ik weet niet precies hoe lang. Eentje is geïnteresseerd, 16 hebben voltooid en eentje is geslaagd. Oké. Maar er zijn sowieso nog veel mensen bezig om te. Ja, om te. Slagen, dus dat is wel heel fijn. Want 16 zijn er nog bezig om te slagen, zoals te zien. En dan hebben we, als het goed is, de. Even zien, waar staat hij? Kijk er voorbij. Oh ja, kwalificatie voor algemeen onderwijs. Die zet ik dan ook alvast neer. Dat we daar ook nog eentje voor moeten hebben. Volgens mij is dit, deze en deze, die zijn volgens mij nog best wel moeilijk. Want je moet je dan dus specifiek voor iemand voor hebben, en dit en dat, en zo en zo. Even kijken, heb ik iemand voor het werk? Ja, want ik heb volgens mij niet genoeg personeel om dit stukje ook te patrouilleren. Of het is toch iets anders. Even zien. Gekwalificeerde gevangenen, helemaal niemand op het moment. Dat geldt ook hiervoor. Dus daar moeten eigenlijk nog even wat mensen voor hebben. Even zien. Niemand is. Nu is er eentje geïnteresseerd. En hier zijn er ook heel wat. Oké, dat is positief om te horen. Houtbewerkingsstage, ja, laat ik die ook maar gewoon even selecteren. Geen uitrusting, waarvoor hebben we dat nog? De houtbewerkingstafels, ah, oké. Oké, die stop ik dan gewoon weer eventjes, want die is dan nog niet echt nodig. Spirituele begeleiding. Een zekere mate van spiritualiteit in hun leven. Nodig een spiritueel leider uit vanuit een particuliere gemeenschap. En ze rust kan geven. Dat zou nog best wel handig zijn als we een kapel hebben. Dus ik zit er ook nog eventjes over na te denken. Om hier ergens ook nog een. In dit zuidige gebiedje. Een kapel te maken. Misschien hier. Want dan heb ik sowieso eerst even een landuitbreiding nodig, denk ik. Nou. Het wordt misschien krap. Maar. Ja, dan kan hier nog een verdere omheining. Als we deze ruimte dan vol maken naar. Nou ja. naar een kapel. Dat zal wel goed moeten zijn, denk ik. Het wil natuurlijk niet zo groot zijn. Of. Of we strekken nog iets uit hier naartoe. Dat lijkt me toch wel iets beter. Wat hoe groot zijn nu bankjes eigenlijk? Even zien. Kerkbanken. Oké, maar dan kunnen we wel gewoon bedskleden neerzetten. Dus dat zal wel moeten kunnen. Zo, leggen we het gewoon even neer. Gelukkig maar nu bouwvakjes staan toch bezig. Dan zet ik in plaats van de personeelsdeur daar, zet ik hem hier naartoe. En dan hebben we hier een ingang en dan zet ik hier achterin ook nog ingang. Niet dat ik het daarvoor nodig heb, maar mocht ik het ooit willen connecten, laat ik maar zeggen vanaf hier. En hier, dat ik deze gewoon hier bijvoorbeeld neerzet, dan zal het nog kunnen. In dit geval ga ik even een deurtje neerzetten. Twee deuren. En dan kan ik deze voorbeeld wel even ontmantelen, goed genederlands.
En dan kan hier een betonnen muurtje. Heeft hij de stroom. Kun jij eigenlijk nog veel aan? Wat staat deze stroomreactor? Staat... twijfel. Ah, waarschijnlijk wel. En anders klapt het maar weer uit. Ook goed. Kapel. Ja. Een altaar. Oké, die zet ik gewoon hier in de hoek neer. Zet ik hier gewoon een aantal kerkbanken neer. En dan voor de rest gewoon heel wat gebedskleedjes. Want ja, dit is wel heel uitgerekt, dus we kunnen heel wat gebedskleedjes kwijt. En dat betekent ook dat er heel wat mensen kunnen komen. En volgens mij is de stroom niet uitgeklapt, dus dat scheelt. Oh. Onvoldoende geld, oké. Okay. Niet meer. Even zien. Hij staat nog niet echt zo hard te knipperen. Dus dat zal betekenen dat we nog wel ietsjes meer aan kunnen. Dus als we dit gewoon ook nog even erbij doen. Dan hebben ze hier ook nog een beetje stroom. En dat is dan gewoon voor die stroomgenerator gewoon alles wat ik doe. Oké, verslagen. Naar de spirituele begeleiding. Daar hebben ze nu een ruimte voor. De veiligheidsinstructies voor de werkplaats die zijn dus ook helemaal goed. En ik denk dat ik nog een aantal bewakers in ga nemen. Ga inkopen, wat dan ook. Oké. De stroomgenerator die is... Ja, die kan het echt nog maar een heel klein beetje aan. Ja. Wel top dat die werkplaatsen nu ook gewoon goed gaat. Ja, groepstherapie voor alcoholisten en groepsruimtes. Die zouden we eigenlijk ook kunnen activeren. Geen uitrusting. We hebben wel een groepsruimte, maar we hebben waarschijnlijk geen stoelen. Nee, dat is het. Die kunnen we ook nu neerzetten, waarom niet? Maar dat heb ik ook bij de luchtplaats, daar kan ik ook helemaal niks voor een of andere reden neerzetten. Dat is waarschijnlijk een of andere bug, denk ik. Ik betwijfel het of ik deze eventjes weghalen. Ja, ik ga hem gewoon weghalen. En dan zet ik hem gewoon hiervoor in de plaats. Dan hebben ze maar eventjes geen stroom. Maar dan moet het maar eventjes. Want het gelukkige houden ze die dan in de voorraad, dus dat scheelt. Ja, dat is logisch. Oh, dan is die andere ook uitgeklapt, omdat hij natuurlijk heel wat stroom moet genereren voor de lampjes. Aha. Geen zorgen, we zetten hem gewoon hier neer en dan zetten we eerst deze aan en dan kan die andere weer aangezet worden. Oh, die wordt aangezet, oké. Top. Laatste paar kabeltjes. Moeten nog even aangelegd worden. Oké, nog eentje. Oké, die staat weer aan. Top.
Dan moet het, als het goed is, deze ook weer aankomen. Ja, top. Oké. Okay. Betekent dat we dus hier ook nog een beetje wat hebben. En dat zal ook betekenen dat de beveiliging ook via de andere kant hier makkelijk kan komen. Ze dus niet echt helemaal zo omheen. Ja, tada. Kunnen ze ook gewoon. Ja, la la. Dan zou ik zeker ook niet wat daar kunnen neerzetten. Het is op een of andere manier geblokkeerd. En ik weet niet waarom, maar daar kan ik niks aan. Oké, ik ga even wat meer bewaking innemen. Oké, ik wil er nog gewoon twee aannemen en dat is prima. En daarom wil ik eigenlijk nog een keer een celblok erbij gaan bouwen. Want dat heb ik nog nodig. Dus dan moet ik ook eventjes gaan zien hoe ik dat ga doen. Oké, nog even één uurtje wachten en dan hebben we tenminste 40 bewakers. En dan twee gewapenden. Top. Die zijn er. Nu we het even over hebben. Of ja, over hebben. Ik heb nu zo van even een grondig onderzoek. Oh ja, er is een tunnel gegraven. Goed dat we dat nu hebben gedaan, want we waren weer waarschijnlijk wat ontsnapt. Oh ja, oh god. Dat was. Ja, hier ook al iedereen. Maar ik kan niet precies zien waar ze van plan waren om te gaan graven. Misschien hierheen. Een kleine maaltijd met weinig afwisseling. Ze hebben één keer dat. Ik weet ook niet of het al werkt, maar hey, volgens mij moet het wel werken. Laag, laag. Hulpmiddel gevonden. Opsluiting. 5 uur. Drugs gevonden, dat is 10 uur. Wapens, oh, 15 uur. Vergiftiging. Deze zet ik op 10 uur, deze op 5 uur. Is verwonding 4. Personeelslid, dat wordt ook 10 uur. Gevangenen aangevallen, 5 uur, want dat is niet echt heel erg belangrijk. Ontsnappingspoging, dat wordt 10 uur. Vandalisme, 2 uur. Items. Nou, nah, niks. Oké, even kijken hoeveel de kosten zijn voor dit. 5000. Oké, dan moet ik even voor gaan sparen, denk ik. ...45 gevangenen komen in aanmerking van vervroegde vrijlating. Dat is mooi. Weer een hervormingsprogramma.
Oké, er zijn nu 2 gevangenen al geslaagd voor het basisonderwijs. Dat is mooi. 1 ontsnapping. Hoe? Huh? Hoe is hij naar buiten gekomen? Oké. Misschien heeft dat te maken met deze personeelsdeur. Laat ik het die maar even slopen. Dat is natuurlijk wel het zwakste punt wat je hebt in een gevangenis. Maar er is ook geen... er is eigenlijk helemaal niks gevonden, dus... Er is geen tunnel gegraven, dus... Waar zal het liggen? Oké, dat is nu helemaal veilig. Hoeveel was het ook weer? Iets van 5000 of zo. Misschien had ik hier ook al. Ja, heel wat, maar nog niet alles te zien. Maar nee, dat kan ook nog niet. We moeten natuurlijk niet al het geld voor hebben. Hoe de hel is dit veel duurder dan dit? Ik zie de logica er niet van in, maar hey, dat zal wel aan mij liggen. Zal ik deze muur even kunnen slopen alvast? Ja, ze kunnen toch niet ontsnappen, dus waarom? Nou, ze kunnen wel ontsnappen, maar dan moeten ze weer een tunnel voor graven. Ik snap nog steeds niet hoe die ineens ontsnapt, echt niet. Ik zie de logica er nog niet van in. Dit zag ik uitproberen en toen was hij weg, ja. Ik vraag vinden doen. Oké. Nou ja, dus cellenblok is er. Je moet eigenlijk alleen nog even alles gaan klonen, maar dat gaat weer echt een hoeveelheid geld kosten. Oh ja, dat kost zeker geld. Misschien kan ik het beter gewoon op mijn eigen gedeelte een beetje doen. Ja. Hoe ga ik deze dame naar heen krijgen? Oké, dat wordt echt een beetje een rare hoeveelheid kabel die ik moet gebruiken. Maar ja, ik had niet gewoon meer voorlopen om die andere kabel wel te gaan gebruiken. Want die staat echt op het punt om te knappen. Even die blauwdrukken en veel was een beetje anders. Oh, god.
Oh, fuck. Jezus. Uh-oh. Holy Jesus. Tweeënveertig sterfgevallen? Het is maar goed dat ze er niet ontsnapt zijn. Maar dit is wel heel erg. Waarom zijn ze... Ik snap hier helemaal niks van. Het zal wel. Al die... Oh nee, al mijn bewaking is ook dood. Maar kijk hoeveel lichamen hier liggen. Dit is niet goed. Oh nee, niet alweer. Beter die oproeppolitie hier laten staan. 48 sterfgevallen. Jongen, jongen, jongen. Dat kan toch niet. Hoe komt het eigenlijk tot deze situatie? Echt hoe? Overrisico. Ja. Eten, dat is een groot probleem. Nou, voor straf krijgen jullie maar één uurtje te eten. Het enige positieve is dat er weer heel wat gevangenen aankomen, maar daar word ik niet aan blij van. Ah, nu werkt hij. Ah, ik heb gewoon verkeerd gedaan. Ah. Zelfs mijn gewapende bewakers zijn gewoon kapot geslagen. Hoe? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ze hebben gewoon wapens. Oh. Gewoon 23 van mijn bewakers zijn gewoon vermoord. Oh, dit gaat weer wat worden. Tegen mijn wapenen. Wakens even weer aannemen. Even kijken. Gewapende patrouilles. Eentje die zet ik er wel hier neer. Eentje voor de zekerheid hier. Nou, dat was een beetje een intensief einde. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like bij je kanaal. En zie ik volgende keer weer. Later.